Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door Grolsch. Die muggen. Het zijn er zoveel. Die lampen maken het ook alleen maar erger. Ik wil van het eiland af. We hebben het echt zelf vernomen. We hebben lopen kutten. De meest bizarre stunts en de meest ongeloofwaardige situaties komen alleen in films voor. Maar kan hetgeen je in een film ziet ook in het echt? Je zal nooit meer hetzelfde naar film kijken. Want wij gaan 8 weken lang tot het gaatje om dit voor jou uit te zoeken. Dit is Filmbusters. We zitten hier al hoor, vroeg vogel. Ja, ik heb maar gewacht hè, dat schijnt netjes te zijn, Josephine. Is Josephine Cummings voor jou hè? Josephine Cummings. Dat deed je wel leuk. En het stond je ook. Ja, top. Beter dan dit eigenlijk. Nou, zullen we dan maar even proosten op een nieuwe film? Laten we proosten, en een jongens. Nieuw avontuur. Eén en laatste alweer jongens. Gaat hard. Cheers. In de film Castaway strandt Tom Hanks op een onbewoond eiland en moet hij met beperkte middelen zien te overleven. Lukt het jullie om 3 dagen op een onbewoond eiland te overleven? Nou, ik denk dat het overleefgedeelte nog wel gaat lukken. Volgens mij, als je 72 uur niet eet en drinkt, ga je niet dood. Maar in die film, ja, dan zit iets wel gewoon zelf eten te maken, vuur te maken, visje te vangen, et cetera. Dus dat moeten wij ook doen. Volgens mij, kijk, jij loopt altijd echt al jaren op te scheppen. Toen ik 16 was, werd ik gestuurd naar Amerika, naar een strafkamp. En moest ik overleven in de woestijn. Maar jij kan vuur maken? Ik heb wel daar mijn eigen vuur gemaakt, maar dan had ik wel bepaalde materialen om dat mee te doen. Een aansteker! Ja. Maar we hebben les nodig, toch? Sowieso, ja, 100%. Een kleine cursus. We hebben even een expert nodig die ons het een en ander gaat uitleggen over overleven. Top. Gaan we die even boeken? Ja, laten we mee naar een expeditie en dan zijn we er klaar voor. Oh jongens, hier gaan we. De grote 3 dagen survivalen op een onbewoond eiland. Nou hebben we wel wat reserves, hè, Joost, Martijn, Niels, maar... Zeker, hard voor gewerkt ook. Toch kunnen we wel wat tips gebruiken, denk ik. Zeker, want we weten natuurlijk helemaal niks van survivalen buiten Uber Eats. Nee, dus we hebben afgesproken met een expert. Die expert gaat ons leren hoe je slaapplek voor jezelf creëert, maar ook hoe je water zuivert en hoe we eten gaan vinden in de wildernis. Best belangrijk. Ja, laten we naartoe lopen. Kijk eens, boys. Onze redder. Hey, leuk dat jullie er zijn. Zeker. Zeer leuk. Gereed voor het survivalavontuur? Nog lang niet. Ik vind het wel spannend, maar ik heb er wel zin in. Ja. Binnen een paar uur zijn jullie Castaway gereed. Lekker. Ja? Top. Praten we zo meteen tegen een bal. Ja. Leuk. Wilson! Vuur maken is belangrijk, denk ik wel het belangrijkste wat er is. Ja. Je water drinkbaar krijgen ermee, uiteindelijk een noodsignaal maken, je warmte eventueel wat je ermee kan doen. Wat ik zo meteen hoop, is dat jullie zeg maar misschien wel zoiets als dit kunnen gaan maken. Wilson? Nee, dit noemen ze in het Engels feather sticks. Kun je vuur van maken? Ja, hier kan ik wat makkelijker inderdaad mijn vuurtje of mijn vonk zo meteen opkrijgen. Als je straks je vuur gaat maken, wil je dat met dood droog hout doen. Met gestrekte arm wil ik het stokje erin drukken, dus dat het eigenlijk strak staat. En nou begin ik hier en ik eindig vaak op het einde van de mes en dan laat ik hem rollen. En je wil eigenlijk een zo dun mogelijk krulletje hebben. Ja. Vette krul. Ben je jaloers nu? Een beetje. Het is wel erg als een stokje hout een betere kans hebt dan jezelf. Dit is het vijfstuur waar we mee gaan werken. Hetgeen wat je hiermee krijgt, is dat je een hele mooie vonk eraf mee kan krijgen. Dus dat zijn deze vonken. Ik druk met mijn ene duim, dan druk ik eigenlijk die duim weg. Dat zijn flinke vonken. Flink vonk. Juist. Je hebt hem. Nice. En dan omhoog natuurlijk, want dan steek je alles aan. Op. En nu moet je keihard gaan rennen. En hebben we de Olympische Spelen. Na Athene. Dag. Ik ben benieuwd hoe jullie de uitdaging aangaan en wat jullie gaan vinden. Want ik denk dat het wel een hele mooie is. Ja, hartstikke bedankt voor je tijd. Ja. Nu is het aan ons, jongens. 3 jongens en 1 missie. Een missie om films te busten. Het lot van Castaway ligt in hun handen, want zij zijn de gierige groep. Shipwrecked. De motor is uitgevallen. Oh nee. We moeten zwemmen. Dat is mijn favoriete moment. Maar het... Je hebt wel goed droog weten te houden, hè? Ja. Het is zwaar, man, met één hand. Moet je even omhoog houden? Oh, wat lekker. Vaste land. Welkom op jullie eiland, mannen. Hier zullen jullie 3 dagen moeten zien te overleven. Wordt nu gewoon
Wij als mens één met de natuur. En ik denk dat we nu gewoon als allereerst gelijk zo'n vuurtje moeten maken. Want het belangrijkste is om te drinken. Het is wel fijn. We hebben hier de camera's gekregen zodat we het zelf allemaal mooi kunnen filmen. We hebben de spullen die we nodig hadden van de expert. En we hebben een noodtelefoon voor het geval dat het echt helemaal uit de hand loopt. Het is tijd om jullie training in de praktijk te brengen. Want jullie zijn nu officieel gestrand op een onbewoond eiland. Fit boy Jossa, de enige echte. Rambo Nelis. Hey, wij moeten even een slaapplekje zien te fixen. Oké. Okay. Ik ga een vuurtje bij het stoken. Ik zag hier al wat hout. Wij zijn bezig met de bed. Ziet ze comfortabel uit? We proberen ook wat, Martijn. We hebben geen idee. We proberen ook maar wat. Nou, als het niet lekker ligt, dan... Maar wel echt chill dat jullie dit met z'n tweeën doen, gasten. De taken zijn verdeeld en het blijkt toch allemaal een stuk zwaarder dan verwacht. Terwijl Martijn hout probeert te krullen, zoeken Niels en Joost bladeren voor een bed. En we hadden lekker slapen. Zo slecht. Het houtkrullen ging moeilijker dan gedacht. En dus is Martijn op zoek gegaan naar een alternatief. Even kijken of dit werkt. Oh, of dit kan fikken. Ja. Ja, maat. Gozet. Ja, maat. Gozet. Ja. Zal ik even water vullen? Ja. Dit water is niet heel schoon, hè? Niet best, hè? Nee. Wow, ik heb een vis. Nee. Dat heeft Martijn even goed gedaan. Nu kunnen jullie ook meteen even water koken. Dan hebben jullie straks iets te drinken. Dit gaan we even lekker 5 minuten volhouden. Want het blijft water uit de loods rechts plassen. Waar boten varen en shit. Plas van meisjes die aan het zwemmen zijn. Onze kak zo meteen, want waar gaan we anders poepen? Nou, in jouw bed. In je bek. Nou, doe eens even normaal. Hey, dat doet pijn, niet de zo. Die gaat in de edit. Betaal de editor €500 als hij dit erin doet. Dit water is afgekoeld, boys. Er zit echt tering veel zwit in. Ja, eens kijken dan. Oh, godverdamme. Nou, heb Atte. Grap, anders... Gewoon ja zeggen tegen dingen. Ja, man. Ken je dat als je bij voetbal in zo'n bidon... en dan zat er nog wel eens een laagje water in wat er heel lang in heeft gezeten? Daar smaakt het deze. Het is wel drinkbaar. Ja. Ligt het nou aan mij? Nee. Of gaat het onweren zo? En kijk even die donkere wolken daar. Als het regent zijn we best wel fuck. Ja, en met regen moet je droog zien te liggen. Misschien maar een goed idee om een slaapplaats te fixen, mannen. Als we een tak fixen die hier tussen kan, dan ga je allemaal takken zo doen. En dan ligt inderdaad. Ja. Schuin. Liggen met z'n drieën. Liggen met z'n drieën. Hieronder. We hebben iets fantastisch gevonden. Wat dan? Ik vind het gewoon hout. Echt planken. Ja, dit is zeker 3 meter. Nee, ik zou hetzelfde doen als wat we net doen. Ja, alleen... Ja, maar gewoon dit. Ja. Ja, alleen daar overheen moeten bladeren. Weet je waarom? Die bladeren die zorgen voor dat naar beneden glijdt. Leuk bedacht. Alleen zijn er een hoop beestjes die bij deze plank leven. Slecht idee dit. En die bijten. Ik word helemaal kriebelig van dit, ouwe. Ik heb het idee dat ik overal gestoken word. Ik wil van het... eiland af. Het doordraaien is begonnen. Wilson! Lekker grap. Oké, we zijn er. Dit wordt dus gewoon de plaats waar we gaan slapen. Hier gaan we het afdakje bouwen. Niet slecht voor een paar stadsjongens. Alleen is het nou niet bepaald beschut. Maar goed, de avond valt en het is bijna bedtijd. Ik kan niet heel goed vloggen, want... Dat licht op me houden, komen alle beesten op mijn hoofd. Nee. Gozer, die beesten, ouwe. Maar ik moet zeggen, het eten, de verveling slaat ook een beetje toe. Dat water, dat is, ja, het is water, maar het heeft een heel raar smaakje. We vertrouwen het eigenlijk alle drie niet. Al die kutbeesten. We worden helemaal lek gestoken. En we hebben ineens een fucking tent! Die muggen. Het zijn er zoveel, die lampen maken het ook alleen maar erger. Het regent vanavond niet en als het morgen gaat regenen, dan kunnen we het weer... Bij schaven. Ga eens even liggen. Oké, ik ga liggen. Je ziet nog een camera uit zitten rijden. Oké, nou. Hallo. Nou. Fucking hell, gast. Wat is dit een ellende? Ja, ik zou zeggen. Slaap lekker, boys. Ja, wel te rusten. Slaap lekker. Dit is kut. Het gaat regenen. Nee, dit meen je niet. Dit is unrelaxed? Oh nee, dit is echt kut. Het regent al keihard. Oké, dus gaan we hier staan? Hele avond? Wel eens doen. We hebben het echt zelf vernacht. We hebben het echt vernacht. We hebben lopen kutten.
Oh, jongens. Goedemorgen. Echt de meest verschrikkelijke nacht die ik ooit heb gehad. Want het heeft gewoon nog uren geregend. Ik heb wel één voordeel. Ik heb een bal gevonden. Dit wordt weer een leuke dag, jongens. Ik heb echt tyfus honger. Gozer, ik ben tegen jullie aan gaan liggen. Het was echt... Dat is niet te doen, gast. Joost was toch wel chiller om tegenaan te liggen, moet ik eerlijk zeggen. Om meer van te houden bij die jongen. Gelukkig teddy weer. Na de slechte nacht moesten de jongens even uitbrakken. En dan begint de honger. Tijd om daar iets aan te doen. Wij gaan proberen een vis te vangen. Het enige wat we nog even nodig hebben is een wormpie. Maar weet je nog waar we gisteren die plank hadden gevonden? Daar waren heel veel rode mieren en waarschijnlijk ook een wormpie. Ja. Fuck, de schaduw in. Kijk, hier. Kijk, grap, hoe makkelijk. Heb je een worm? De eerste worm heb ik al. Hallo, aas. Easy. Laten we vissen. Nou, terwijl iedereen lekker bezig is, ga ik eens even kakken. Ik heb hier zeg maar een paar blaadjes. Lekker nieuws. Vooral met wat er verderop gebeurt. Hatsa! And we're fishing! Ja, dit is eigenlijk een beetje het voornaamste wat je doet op zo'n dag. Gewoon precies dit. Ja, je weet je eten fixen, Niels fixen, het dak. Oh. Gozer! Oh. Nou, dat ging niet helemaal zoals gewenst. Maar kijk, daar drijven we. Ik ben trots op ergens dat ik dit heb gedaan. Na een zware nacht en een pittige eerste 24 uur gaat het nu een stuk beter. Heb je mijn hut al gezien? Zo, Niels. Ja, je gaat geen regen doorkomen hoor. Terwijl Joost wacht tot hij beet heeft, zorgen Martijn en Niels voor vuur. Zodat ze een eventuele vangst kunnen koken. Ojo. Want een eigen visje koken is toch wel een minimale vereiste om Castaway te kunnen busten. Kijk hem. Shit, er wordt mee gespeeld. Door mag het soms onder. Ja! Ja, boys! Ik heb vis! Dit lul je! Wat? Ja, fucking nice. Volgens mij zit een vorntje, man. Ja, dit is een vorntje. Dat is een mooie, dit. Kleintje, maar... Nou, dan gaan we. Oh, dat vind ik wel een beetje zielig. Maar goed, dit hoort erbij. Dit is Castaway, boys. Dat neemt een heel andere video, dit. Sorry, vis. Oké. Okay. Ja. 3, 2, 1. Sorry. Oh, ja, doe het dan. Doe het dan. Oh, Joost. Staart eraf. Nee. Wow. Hij beweegt nog. Ja, jongens, dat zijn de naschokken. Jullie visje heeft het leven al gegeven. Dag, visie. Nu even het visje koken, de ingewanden eruit, fileren en dan staat jullie diner klaar. Nou, ik ga voor het eerst een eigen gevangen vis eten. Godverdomme. Zeg zo. Ja, is lekker. Ja, is goed doen. Is gewoon vis. Oké, einde van dag 2. We hebben vuur gemaakt. We hebben schoon water kunnen creëren. We hebben een hut kunnen bouwen waar vanavond droger op kunnen slapen. We hebben een vis gevangen. Ja, ik hoop gewoon oprecht heel erg dat het vanavond wel droog blijft. Niels heeft echt zijn best gedaan over de hut. Ik ben uiteraard chef Dak. En ik ben best wel trots op dit nestje. Kom, we gaan tukken. Het bedje staat klaar, hoor. Nou ja, jongens. Wel rusten dan maar. Hey, tortelduifjes. Goedemorgen. Hey, het is onze laatste dag, jongens. Ik heb zo tyfus leeg slapen. Ik ben helemaal knettergek aan het worden hier. Oh, jongens. Dit is wat een ellende. Wat staat er op het menu voor ontbijt, jongens? Even serieus. Is er nog water? Nog water? Een half bidonnetje volgens mij. Ik werd gewoon wakker van buikpijn van honger. Ik heb ook echt geen energie om fucking vuur te maken of iets vandaag. Nee, maar even serieus. Ik voel me wel echt helemaal verkracht in dit eiland. Oké, dag 3. Ja, ik ben gewoon heel laag in mijn energie. Ik ben helemaal verrot. Het was een mooie ervaring, maar ik ben ook wel weer blij dat ik mijn luxe leven inga. Als het goed is, worden we vandaag gered en dat gevoel is zo ontiegelijk lekker. Hoe ga jij? Ja, ik kan niet meer. De dorst en de honger, die zijn toch wel de overhand aan het nemen.
Logisch, Martijn. Na 40 uur op het eiland hebben jullie alleen nog dat ene visje gegeten. Dan ga je dingen toch anders bekijken. Mag ik jouw zweet opdrinken? Ja, tuurlijk. Het gaat niet lang meer duren, want ik ga mijn eigen pis opzuiven, kan ik je vertellen. Ik film wel, ja. Maar vrees niet, want jullie redding is nabij. Ik hoor wat. Ik hoor wat, Joost. Ik hoor wat. Is dit onze redding? Hoe durven jullie ons hier achter te laten, stelletje sadisten? Daar is jullie redding dan eindelijk. En jullie redding komt gepaard met eten. Ja! Yes! Chill! Hebben we ook water? Zit er ook drink in? Relaxed, ja. Ja, dit is top. Dit is top. Fucking lekker. Nou, we leven nog. Ik heb alles mee gezegd. Maar het allerzwaarste was toch wel echt de nachten. De nacht. Ja. Liggen op de grond, terwijl het ging regenen. Tenminste, hebben wij één avondje gehad. Alle beestjes die helemaal lek prikken. Een taal we best wel staande gehouden, toch? Ja. Nou ja, wij hadden elkaar ook. Dus ja. het was op zich wel gezellig. Ik kan me niet voorstellen hoe het is als je dit in je eentje doet. Maar we hebben het wel goed gedaan, boys. Ja. Eerlijk, ik ben wel mee trots op ons. Ja, we hebben ons goed doorheen geslagen. Ja, ik ook. De verlossing. Oh, eindelijk. Goed je weer te zien, AJ. Lekker. Oef. Dag, eiland. Hoppatee. Bye bye. Ik ben een miss you. Dag. Zie je nooit meer. Hallo, ja, freedom. Hoor. Oh, heerlijk. Nou jongens, de bewoonde wereld is weer in zicht. En de opdracht was om 3 dagen op een onbewoond eiland te zitten. Ja. Dat is ons wel gelukt. Dus we kunnen zeggen dat gedeelte van de film hebben gebust. Ja. Maar Tom Hanks zat er 4 jaar. Het is niet helemaal een reële afspiegeling van de film. We hebben de eerste scène hebben gebust. Ja. Maar goed, we hebben het enigszins leuk gehad. Zeker. Het allerleukste is natuurlijk dat wij nog altijd 10 keer een Gros filmpakket mogen weggeven. Wat zit er nou in? 5 bioscoopkaartjes en een speciaal Gros prijspakket. Ga even naar moviesexplained.nl en dan kun je direct kans maken. En laat ook even weten in de comments of jij anders naar deze film gaat kijken. En voor nu was het hem. Tot volgende week. Like en abonneer. Filmbusters werd mede mogelijk gemaakt door Gros.